Goedendag, u kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland en Duitsland, maar langs de westkust zijn er opklaringen zichtbaar. Daar waren er perioden met zon, al viel er ook wel een enkel buitje. Ook vanavond in het westen nog steeds opklaringen en een enkele bui. En ook elders kan een bui vallen, maar meestal zal het droog zijn. Temperaturen halverwege de avond een graad of 13 en in de loop van de nacht dalen ze tot rond 10 graden. Later in de nacht neemt in het westen en zuiden de bewolking weer toe en dan gaan er nieuwe buien aankomen. Die buien bepalen morgen overal het weerbeeld. In de ochtend vallen ze vooral in de westelijke helft van het land. In de middag breiden ze zich naar het oosten uit en dan kan het ook wat vaker onweeren. De temperatuur ligt rond 15 à 16 graden. Morgenavond trekken de buien weg. Vrijdag is het dan grotendeels droog, alleen een enkel buitje valt er nog vooral in het noorden. 15 tot 17 graden wordt het. Zaterdag neemt het aantal buien weer toe, maar de zon blijft van de partij. Zondag is het weer op de meeste plaatsen droog. De temperatuur blijft 15 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.